Here we go. Het is D-Day vandaag. We gaan het dak eraf halen. Een stuk, althans. Ik heb gemengde gevoelens over het wel of niet slagen van dit eerste project. Maar ik heb wel vertrouwen. Dit gaan we vandaag vervangen. De eerste punt. Daar komen de elementen te zitten. En het is veel te vroeg, dus ik zie er nog hartstikke moe uit. We krijgen wel versterking, want ja, nou ja, mijn spierballen trekken dat niet, die grote elementen omhoog hijsen. Dus we krijgen straks nog wat spierballen erbij. We hebben al spierbal Rick, die komt dakpannen van het dak halen. Dus dat is stap 1, het dak leeg, dak weghalen. Dit gaat voor de Knockvorst. Dat is de eerste die eraf moet, de bovenste. Alsjeblieft. Hallo. Dit is al net het slapste balkie. Oh, kapot eng. Spierballen. Lekker warm hoor. Lekker hoor. Ja. Ik zal het ook wel goed omleggen. Het gaat heel lang duren vandaag. En nu ga ik langzaam. Ik heb niet meer koud in ieder geval. Hoe lang is het open huis? Wat zeg je? Hoe lang is het open huis? Hopelijk minder dan een dag. We gaan voor minder dan een dag open huis. Ik kan daar niet staan. Heb je al spijt? Nee, heerlijk. Bijna. Alleen toen ik vanmorgen opstond. Dat snap ik. Voor je billen hoor, op het dak. We boffen echt met het weer hoor. Fantastisch. Zeg je? We boffen met het weer. Ja. Ja. Dat hadden we ook niet gedaan. Nee. Wat hebben jullie vannacht gedaan? Vannacht niet zoveel. Nee, vannacht niet zoveel. Nee. Pas op hoor. Ja. Ja, ja. Ik ga wel een keer. De rollen zijn omgedraaid. Zeker. Maar ik geef al 10 minuten rust. Nee hè? Voor mij staat de zweet ook al op mijn rug. Van de GoPro tillen. Ja. Snap ik. Dit is Flexum. Ja. Dit spul heet Flexum. Dat kan je dus als een soort peurachtige dingen met bolletjes. Siliconen hoor ik net. Balletjes. Siliconen met piepschuimballetjes. Die spuit je dus tussen het dak om het... Spuiten. Hij moet het ook gewoon zelf uitleggen als hij het beter weet. Nou ja, jij weet het gewoon nog niet, dus... Zeg het dan. Het is Flexum. Wat doe je daarmee? Het zijn gewoon een soort repen. Ja. En die moet je er echt in boetseren eigenlijk. Oké. Je kan het afsnijden en dan stel maar netjes. En het stinkt. Of stinkt überhaupt het dak? Maar nee. Mos en chemische siliconen. Lekker. Oké, in een uur tijd, want het is nu 8:30 zo'n beetje. Nou, dit. Dus dit. Vervangen. Die balk gaan we dus vervangen. Daar komt een nieuwe dakelement op te staan. Dit is nu de gevel aan het scharen, zodat we... Scharen? Hoe noem je dat? Schoren. Dit is de gevel aan het schoren. Met als voornaamste doel dat hij niet omver gaat. Oh ja, dat heb je vernuftig gedaan. Daar liggen intussen alle dakpannen.
3 rijen dik. En daar gaat het sparrendak. Wil je het aanpakken? Tuurlijk kan dat. Oh, met de ene hand ook zelfs, dus. Handig. There's no way back. En dan zijn dit dus de dakelementen die we voorbereid hebben. Deze twee. Die zo rechtop, voep, omhoog moeten. En daar hebben we spierballen voor nodig. Ik heb ze wel, maar niet voor dit soort dingen. Dan moet iets omlaag bij jou. Ik krijg een schot. De dak van hem was straat. Oh nee, pas op. Dit was 1. Suks nog. En die moet er nog weg. Wat is de stand van zaken? Je hebt het uitgelegd. Ik kan het nog wel een keer zeggen. Geen andere stand van zaken. Nee, dat moet gewoon van nu gebeuren, toch? Oké. Okay. En die goot die blijft gewoon nog. Ja, is het los gelukkig? Was dat sarcastisch? Nee. Oh. Hoezo? Het klonk sarcastisch. Ja, is toch goed? Ja, ik denk het. Ja, dan heb je hem nu vast te slopen. Next one. Goed vast. Boomstammen next level. Zo. Poolstok dak springen. Beetje bijna. Volgende stukje. Dit is de dakplaat. De muurplaat. Nou, dat is gewoon een fout, trouwens. Ja, een stuk groter de muurplaat gaat nu weg. Goeie voet. Zo. Dak. Vloer. Vloer. Dakvloer. Vloer dus. Vloer. Een stuk nieuwe vloer. En op dat stuk nieuwe vloer komt straks de balk die het element gaat tegenhouden. Komt de muurplaat. Ik ben nog nooit zoveel gecorrigeerd in één zin. Tot dit moment. Ja. En daarbovenop komen dakpannen. Ja. Zie je, wij snappen het gewoon. Iets met hout, dakpannen, folie. Klaar. Hoe? Hoe is de opbouw? Hout, dakpannen, folie. Ja, klaar? Zo is dat. Dus op de dakpannen komt nog folie. Of niet? Ja, ik noem hout, alleen de elementen. Hout, dakpannen, folie. Dit is een tactiek, hè? Als je doet alsof het niks voorstelt, dan kan ik het mentaal tenminste aan, deze klus. Ja. Dat is mijn tactiek. Zo gebeurt. Oké. Okay. Even dippen. Ik doe ondertussen even wat andere site, hand- en spandiensten. Want we hebben hier natuurlijk net die grote afvoerpijp, luchtpijp, weggehaald. En die zat ook daar aan het dak vast. Dus ik heb net deze pan weggehaald. Dan ga ik nu die loshalen. Oké. Nieuwe dakpan terug. Even pakken. We
hebben op proef nu de nieuwe muurplaat neergelegd, maar die moet schuin aflopen. Dus om te checken of dat allemaal goed schuin afloopt, hebben we ook de nieuwe, eerste nieuwe twee balken al tegen de bestaande gevel aangemaakt. Veel stof. Dus deze is nu even voor de proef. Zo vordert het gestaag. In ieder geval schijnt de zon. Hij zit er ook nog lang niet tegenaan. Je moet niet kijken naar hoe die balk eronder ligt, want die komt er gewoon tegenaan. Dit werkt niet zakken. Hop, hop. Ik doe gewoon 18 mm strookzagen. Oké, om uit te vullen. Om uit te vullen, ja. En dan hier kan je zo laten, want je kan hem gewoon hier tegenaan duwen. Eventueel. Die dan strook. Zit gewoon tegen die strook aan. Ik kan altijd nog een vulletje ertussen slaan of zo. Als je afvraagt hoe lang schroeven kunnen zijn. Zo lang. Is nog lang niet langs. Nog lang niet het langst. Kan nog veel langer. Wat we nu gedaan hebben is hier dus de nieuwe muurplaat. Plus daaronder nog een... Met daaronder dus nog een strook underlayment. Ja. Want deze muurplaat loopt evenwijdig dus aan die. Die we gemaakt hebben. Maar hij loopt af van de achtergevel naar voor, helemaal door. Dus je moet er rekening houden dat hij goed afloopt en goed op de manier evenwijdig is met daar dat het nog allemaal klopt straks. Als het goed is, nou ja, natuurlijk als het goed is, is het goed. Maar ik hoop dat het zo moet gaan passen. Ja, zometeen is het uur van de waarheid. Dan komen de hulptroepen. En dan, moet het, dan moet het in één keer passen. Ja. Spannend. Spannend. Dit springt de spanning er ook vanaf van zijn gezicht. Ja, super spannend. Wat we dus gaan doen is, zodra de elementen zo meteen omhoog getild zijn, gaan we ze eerst tijdelijk opvangen met twee balkjes die dus op deze komen te zitten. En die dus zeg maar overdwars lopen van de gevel naar hier. En dan kunnen we het element naar buiten schuiven en erop leggen. Ja, dan maken we het onszelf makkelijk. Wat is de bedoeling? Ik moet ook even gefilmd worden dat Chantal wat doet. Anders klopt het natuurlijk niet. Ik doe de hele tijd dingen. Ik heb deze gezakt. Ja. En? We kunnen daar al vast schroeven. Wat ook? Eén in het midden is goed. Niet dieper, want dan ga je door die plaat heen. Je kan ik gewoon dit zitten? Ja, precies. Dat is toch makkelijkst. 0,8. Check je in het midden nog even of het klopt. Ja. Dan kan je hem vastschroeven. Ik schroef hier twee balken aan vast. Dan werk ik het een beetje zo naar buiten schuiven. Dan neerleggen. Dan omhoog en dan zet ik er een balk achter. Hey. Ja, goed, Jeff. Jij ging op de dakgoot staan? Ja, ik ging tegen jou. Handjes uit de mouwen. Ja, ja. Technisch. Maar ik wil ook wel eens weten hoe die kantoorvingertjes ja. altijd bedekt worden. Ja. Even gelijk los. Heb je al hechtingen? Nee, nog niet. Ja. Maar ik kom er wel ook, Chrissy. Je wordt gewoon uitgelachen, Chris. Ik kan er niks aan doen. Nee, toelachen. Moet de stempel even weg? Oké, okay, die. Welke ja. kant? Dus, het is allemaal voor de serie, jongen. Als je het dak even zakt, lijkt me. Hij kan open zien. Ja. Ja. Nee, 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 jongen. Ik durf niks meer te doen. Ik ben oud, moet ik nou op de rand gaan? Ja. Pas er een stukje verder hoor. Ja, ik kan een stukje verder. Hij moet erop. Ga jij maar over het randje, Bas. Ja. Nu op de dak groot. Dan nu? Ik zou hem zo mogelijk van de kant op... Gaat dat zo? Ja, keurig. Ook? Nou, kom op. Ja, maar deze kant is veel zwaarder, joh. Kijk, er is een stuk hout hier. Ja. Wat was ja. zakken? Zakken, helemaal. Ja. Ik denk wel, maar niks is. Ik zou in je volgende vlog zeggen dat iedereen getest is. Ja. Deze vlog is iedereen getest. In de keuken was er lag een sneltest voor iedereen klaar. Net zoals naast een paar handschoenen. Moet ik een stempel pakken om hem tegen te houden zo?
die muren bij elkaar te houden. Dat klopt. Tof niet gezien. Ik weet het niet nog. Ja, we kunnen daar eventueel op. Ja. Dan hebben we er niet zoveel last van. Ja, dit is onderkant. Dit is onderkant. Ja, boven. En dan eerst recht. Ja, jij staat onderaf. Ja, dit is onder. Staat het op veel achter? Dit is onder. Ja, dat is niet zo belangrijk dat dat onder is. Ja, wat is dit? Jij bent wel lang mee. Trekken we het andere dak weg? Ik denk dat het wel een jaartje ouder, maar zoveel slapper. Nee, ja, zo krijg je dat niet hoor. Nee, ja. Dan kijken of we meteen zo een beetje onderuit kunnen schuiven. Wat lopen met die been? Ja. Kun je nu komen, dames? Ja. Ik zou hem gewoon laten zakken daar. Dan leg hem plat. Trek hem erin. Ja. Ja, zeker. Oké, Bas. Als we nu zo doen, ja. Dan kunnen we hem een beetje rechtop zetten. Ja. Dan kunnen we eventueel weer die balk erop schroeven. Dan kunnen we hem daar tegenaan schuiven. Omhoog en dan maar op. Perfect. Hij is iets hoger. Oh, is hij dit? Linkjes hoger binnen. Dat klopt. Ja, en dat is misschien dat hij een beetje. Deze zit er niet helemaal goed. Moet je hier er tegenaan of niet? Ja. Nog, als het goed staat, die punt eronder. Ja, deze moet even loshalen. Dat hij een beetje naar de kant toe komt. En de onderkant zit wel goed. Ja, die zit gewoon er tegenaan. Ja. Ja. Hij is niet gek zo, denk ik. Nee, denk ik. Ja, hij sluit mooi. Daar is hij iets lager. Het scheelt iets. Die streepjes moeten op elkaar een beetje. Ja. Zou die dus nog een tikkie? Deze tikkie deze kant op. Hier ook. Ja. Lijntje klopt. Lijntje klopt. Nou, die hem even op zijn plek.
kijken of ze naar elkaar toe kunnen trekken. De nokken? Ja. Ja. Oh ja. Oh my god, het zit erop. Kijk! Kijk. Alle spierballen zijn weer naar huis. Nu moeten we de klus zelf afklaren. Uiteraard. Zit die goed? Ja, niet die half centimeter die we de dag hadden. Oké. Hoeveel meer halve centimeter? Boven is die anderhalf. Nou, ik ga hem in ieder geval wel. Zet hem maar even vast. Beter vast dan los. Waar is die zon nou naartoe? Waar de zon naartoe is, vraag ik me af. Leuk contrast tussen het en nieuw. Qua looks blijft het dak het helemaal hetzelfde hoor. Dus het lijkt straks of er net alsof er niks gebeurd is, maar dan is er dus eigenlijk heel veel gebeurd. Dat vind ik ook wel. Dit zijn de stoflatten, daar overheen komen de panlatten. En als het allemaal mee zit, sluit het aan op de bestaande. Dus ik ga nu de panlatten van beneden halen. We hebben de nok aan de binnenkant hebben we de nok aan elkaar vastgeschroefd. En dit gaat nu de nok buiten ook aan elkaar vastschroeven. Steekt het mooi over zo? Om de nok vorst op te leggen? Ja, ik weet het niet. Misschien steekt hij wat te ver uit. Aan het leven. Ik kan het niet echt zien zonder nok. Dit is geen plek voor poezen op dit moment. Hey. Jo, verteld over de 1000 subscribers. Nee! Dat is wel heel erg leuk. Het dak gaat er dus vandaag af en twee keer dubbelop, want we hebben vandaag ook precies 1000 abonnees. Dat is echt heel leuk. Marit was zo lief om campagne te voeren. Om te strijden voor de 1000 abonnees die we bijna hadden. En in de afgelopen week zijn er gewoon weer tientallen mensen ook abonnee geworden. Dus we zitten op de 1000. Dat is echt heel leuk. Dank jullie wel allemaal. Met stoflat gezaagd die dus onder de dakrand komt te zitten. En om die vast te kunnen maken heeft Diet hier een hoekse... Haakse hoek. Haakse bithouder. Een haakse bithouder. En dan kan je dus, als je die zo op de boormachine doet, kan je dus om het hoekje schuren. Dan kan je om het hoekje schroeven. Snoepen? Schroeven! Ik zei schroeven. Om het hoekje schroeven met de haakse bithouder. Jij bent braaf, hè? Ja, er komt ook even koekeloeren. Even mouwen. Even mouwen. Je zit net al in de dakgoot, hè? Daar horen katjes niet. Nee. Stoflat on its way. Dat is de resthoek. Ik wilde het net vragen. Wat doe je? Ik druk iets aan de binnenkant los. Nee, je zit precies op een andere schroef. Je moet even ergens anders zetten. Waarschijnlijk is hij niet meer scherp genoeg om er nu in te gaan. Hè? Dat is wel mooi. Chans lekker de pan dat er aan het opschroeven. Heb je wel een streepje, hè? Ja. Die zie ik, mijn streepjes niet namelijk. Is iets te laag, ja, ik zie hem hier wel. Ja, zit hij er op het streepje of onder het streepje? Hier zit hij er niet onder, maar hier zie ik het streepje erop. Het zal wel goed gaan. Hij zit hier goed, hij zit daar goed, maar hier zit hij omhoog. Ja, die lat kan toch gewoon krom zijn? Ja, nee, er was er ook in een krom. Nou, dan deel je hem om. Ja, dat krijg je niet een half centimeter voor elkaar. Waarom niet? Ja, dan heb je nu ook ergens al vastgezet waar nog een streepje zit. Ja. Dus dan wordt het lastig vast omduwen inderdaad. Kijk, nu gaat het wel. Weer wat geleerd. Dan... Deze kan weer vast. Hier moet de volgende. Dat heb jij allemaal zo netjes afgetekend, hè? Ja. En ik doe de niet gezaagde kant aan deze kant. Ja, dat maakt er niet uit. Oh. Maakt niet zoveel uit. Je hoeft er niet helemaal extreem rekening mee te houden. Ja, ik heb ze allemaal apart opgetekend. Pas op hoor. Het kan ook verschillen, hè, Per? Fuck, hè? En dan zit deze weer in de weg. Ja, maar ik had het net. Kan je hem daar even... Ja. Wees te lang. Oh nee, val mee. Niet te snel oordelen hoor.
Zit hij goed ervoor? Ja. Netjes. Ja. Zo. We zijn in de afrondende fase van vandaag. Mijn kattenkind wil ook knuffelen de hele tijd. We zijn begonnen om 7 uur. En het is nu weer 7 uur geweest. Vraag me niet waar die tijd heen is, maar het is echt zo. We hebben dit stuk dak net dichtgelegd met pannen. Provisorisch. En Diet maakt nu een plaat voor de nacht. Hey, er komen benen uit het dak. Leuk dat je gekeken hebt naar deze bijzondere dakdag. Het was een intensieve, maar een hele fijne. Want tot nu toe is eigenlijk alles goed gegaan. We zitten met een paar vraagtekens wat betreft de panlatten die niet goed uitkomen op de bestaande. Maar dat klopt, want het dak deed in het midden als een soort banaan doorhangen. Dus we komen iets hoger uit, maar daardoor is het ook lastiger om de pannen terug te hangen. Tijdelijk, ja. Tijdelijk. Ik ben sprakeloos. Zo is het ook. Geweest. Trots op je. Ik op jou. Applaus voor mijn man. Applaus voor mijn vrouw. En trots op iedereen die ons vandaag geholpen heeft. Echt mijn grote dank, want dit hadden we niet alleen gekund. We waren waarschijnlijk vergaan onder de zware dakelementen. Dus. Dus dank. Dus dank voor vandaag. Slaap lekker, wij in ieder geval wel. Misschien kijk je het wel 's morgens vroeg, dan nog niet. Fijne dag. Wat moet ik nog meer zeggen? Veel schat. Ja, weet ik wel wat ik moet zeggen.